Yo mensen, hier ben ik weer met een video van mij waar ik er oftewel waard en vandaag gaan we Battlefield 1 spelen. Ik wil nog eventjes mijn innige deelneming uiten voor alle slachtoffers die er gisteravond zijn gevallen bij de explosie in Beirut, Libanon. Ik heb de beelden gezien en het is echt afschuwelijk hoe kinderen en ook volwassenen daar vol bloed rondhangen en de explosie zelf. Nu gaan we over naar de video. En dus in de map Saint Quentin Scar. En dit is mijn eerste pot, dus dat betekent dat ik waarschijnlijk niet heel goed ga zijn. Ga ik sowieso niet zijn, want ik heb deze game al maanden niet meer gespeeld. Het kan ook zijn dat ik in een map zit waar al in is begonnen. Waar dat ze al aan zijn begonnen en dat ik er dan in span. Maar daar kan ik nu eventjes niet aan doen. Sorry als dat zo is. Maar het is nu 2 uur op woensdag. Ja, op woensdag, anders wist ik dat van Libanon niet. 2 uur. En dus dat betekent dat binnen 6 uur mijn video online moet staan. En ik weet het, 6 uur is veel. Maar ik wil ook nog andere dingen doen in mijn leven, zeg maar. Dus ja, vandaar. Ja. En jee, laden. Oké, we zijn in de game. En zoals je ziet zijn ze dus waarschijnlijk al begonnen, want er zijn mensen. Oké, we staan best wel hard achter. Ik kan natuurlijk dat proberen te fixen. Als een scout met mijn SMLE M... Ja, Mark III, Infantry, dus ja. En als sidearm heb ik de MLA, dat is een Belgisch wapen, dus vandaar. Oké. Ik ben gespawned. Oké, I guess. Ga ik gewoon doen. Ik heb het dus in deze toren om een beetje te kunnen schieten. Ik was in die toren! Dat is niet eerlijk! Oké. Maar dit is dus een map. Een echte map in echt Frankrijk. Ik ga trouwens medic worden. Met mijn Fedorov, Automat, Trench en natuurlijk weer de Emily. Met de Emily. Dit is een map die in het echt ook bestaat natuurlijk. Saint-Quentin-Scar. Allee, Saint-Quentin, ja dat. Dat bestaat in het echt natuurlijk ook. Is hier geen ingang? Jawel. Dat bestaat in het echt natuurlijk ook. Dat is een dorpje in Frankrijk. Waar dat dus vrij hevig gevochten is. En dus in deze game, omdat dit zo'n coole game is, bestaat er ook Passchendaele. Wel bij een bepaalde ding dat je moet kopen. Maar Passchendaele bestaat ook. Okay, daar moeten we naartoe. En dat is dus Ypres, ja, Passchendaele, Ypres, in België dus. Daar ben ik een tijdje geleden naartoe geweest. In het echt. Voor de musea en zo. Maar kan dit ding niet weg? Godverdomme. Oké, zo hier. Perfect. Dat is dus ook een map in deze game. Ik kon niet direct een server van die map vinden. Dus daarom ben ik er... ben ik in deze map. Ja. Oh, kijk. Oh, daar is iemand. Maar ik heb dus zo'n... in Battlefield is er een servervinder. En hij zei dat er geen servers van Passchendaele waren. Dus ja... Ja, dan zijn er geen servers van Passchendaele. Van Passchendaele zal ik zeggen. Ik zie op dit moment niemand. Oh, daar is een paardje. Oké, ik ga nu een hele coole truc doen. Wacht. Kan ik hierop staan? Ik ga zo hard naar beneden vallen. Ja, oké. Ja, oké, heel even snel healen. Zo. Perfect.
We gaan eventjes praten over wat er in Libanon is gebeurd. Omdat ik niks meer te vertellen heb. Er is dus... Oké, daar is iemand. Oké, dat is even belangrijker. Alleen, nee, dat is niet... Nee. Ja, oké, laat ik maar gewoon zwijgen. Zo. Dat was wel heel cool. Zo. Is hier nog iemand? Nope, there isn't. Oké, dan gaan we hier eventjes. Dus wat er in Libanon is gebeurd. Wat er precies is gebeurd voor al mijn kijkers. Oké, dat was niet heel leuk. Val dood, meneer de meneer. Ja, dus wat er is gebeurd. Er is in de haven van Boe. Van de hoofdstad van Libanon is er een 6 jaar geleden is er een Russisch schip ik had niet door dat hij een enemy was. Ik was echt van hey teammate, hey. Maar godverdomme, ga dus uit mijn weg, maten. Hey, ga uit mijn weg, man. Frikandelkaak. Oké, maar er is dus 6 jaar geleden een Russisch schip opgevangen waar de kunstmest in zat. En kunstmest, dat is gemaakt uit een paar chemische stoffen, waarvan ammoniak, denk ik. Denk ik dat was. Ik weet niet precies. En dat is dus heel explosief en heel brandbaar. En dat is dus in een opslagplaats in Libanon bijgehouden. En eigenlijk was dat een beetje vergeten, dat het eigenlijk al lang weggemoeten. Maar dat lag dus in een explosiefvrije opslagplaats. Waar dat waarschijnlijk iemand een sigaret of iets aan het doen was met vuur. En daardoor is er dus een hele grote brand gekomen. En heel veel mensen waren die brand aan het filmen. Omdat het een vrij grote brand was. En dan is dus de explosie gekomen. Het leek een beetje op een kernbom, vond ik zelf. Oh, daar staat een frikandel. Oké, ik ben gesnipt. Dus heel veel mensen waren dan aan het filmen. En dan kwam de grote explosie. Ik vond zelf dat het een beetje leek op een kernexplosie. Zoals je die zo ziet van Hiroshima of zo. Nee, wacht. Ja. Die twee Japanse dingen. Ja. Ja, er zijn dus 100 doden minstens. Zoals in deze. En je ziet ook op filmpjes van bijvoorbeeld VTM en VRT Nieuws mensen rondlopen vol met bloed, kinderen wenen. En ja, het is dus heel erg wat er allemaal is gebeurd. Er gaan ook bijvoorbeeld België en de VS, die gaan, ik weet niet precies, maar die gaan al sinds hulp sturen. Ik weet niet of dat geld is of mensen die gaan helpen, dat weet ik allemaal niet. Ja, België gaat dus hulp sturen. En veel andere landen ook. En ik ben weer gesnapt. Ik ben een tankje weer. Weer een tankje weer. Oké. Okay. Ja. En dus ja, dat is eigenlijk min of meer in het kort in Libanon gebeurd. Ik zeg dat puur omdat ik iemand heb waar ik mee chat. En die wist niet wat er aan het gebeuren was. Dus ik dacht van ik deel dat jullie ook eventjes mee. Zodat jullie dat ook weten. Ja, waarschijnlijk weten jullie dat al, zeker na vandaag, maar ja, dan weten jullie het nu allemaal, hè. Ik wil trouwens subs. Ik heb nu 92 subs, ik wil subs. Ik wil 100 subs. Als ik tegen volgende week 100 subs heb, geef ik elk van mijn subs een euro. Wil jij 1 euro? Sub op mij. Oh.
Oh, oké, hij heeft net wat. Ah, nee. Oh, zo weinig HP. Oké, ik ga even met een deze, want die is iets beter om lange Ja, blast afstanden dat Jack te Charlie. schieten. En dat is dus, ja, de Ruby Rolls. Oeh, ik wil wel geen Obrez-pistool eigenlijk. Nee, ik wil de Emily. Die vind ik heel leuk. Met de rocket gun. Oké, we zijn defeat. Wauw, dat was kort. Oké, we gaan nog een potje spelen. Puur omdat het zo snel defeat was. Is niet leuk, hè. Hopelijk is dat dan wel een beetje een snel potje. Want ja. Ja. Ja, is gewoon leuk, hè. Zo, een beetje moeilijk doen en zo. Allemaal rood. Ai, ai, ai. We waren niet zo goed aan toen. Alle best squads waren van hun team. Oké. Is niet mijn schuld. Ik was jullie aan het uitleggen, dus het is niet mijn schuld, hè. Ik ben trouwens bijna level 10 met mijn sniper. Sorry, I shot you. Ja, oké. Zeg maar sorry. Dat is niet leuk. Ik heb geen idee of dat hij mij ooit heeft doodgemaakt. Hier, kijk mijn 800 score. Ik heb één keer een kill-death ratio van 16 gehaald. 16 kills, 1 death. Dat was wel een leuk potje. Kijk mij hier van onder staan. Laten we daar niet meer over spreken. Was heel erg. Ah, ik sta helemaal vannacht. Maar ik was er nog niet zo lang in. Dat is niet mijn schuld. Kijk, ik moet kills maken met dynamiet. Kijk, ga ik dynamiet pakken. Ik heb 40. Nee, 4000 scraps. Ik dacht al, wajo. 4000 scraps. Ja, join. Is best veel. Oké, ik denk hier ga ik. Nee, wacht. Nee. Nee. Dynamite. Ik ga wel even een dier pakken. Hey, mate. Oh, we zijn Duitsers. Hey. Oh, look dat. Maar kunt je rijden? Kunt je rijden? Oh, je hebt een vet. Jij speelt Battlefield 5, maar je zit in Battlefield 1, hè, maat. Dat is een 5, hè. Dat is niet goed, hè. Maar je kunt echt niet rijden, weet je dat? Maar echt gewoon niet. Maar echt, ga weg. Ga alsjeblieft gewoon weg. Leer fucking rijden, maat. Ja, maat. Hey, maat. Oké, ik ben eruit. Zo goed. Godverdomme. Godverdomme, hij kon echt niet rijden. Oké, kom aan, we gaan een beetje meeliften. Kom aan. Nee, ik wil meeliften. Ik wil bij op de tank. Oké, dan is het gestopt. Oké, 5 tegen 5, 6 tegen 6. Het is nog goed, hè? Het is nog goed, hè? Hier gaat niet echt iemand zijn. Oh, kijk, zijn tactics. Achter een muurtje gaan zitten en zo. Cool is het, hè? Hallo. Hey, ah, fuck the heck. We have taken objective Butter. Allee, dag meneer. Oké, we gaan even die een dingen pakken, hè. Gewoon D en C, hè. Wacht, we hebben C. Oké, dan D, hè. Gaan we even pakken, hè. We gaan gewoon zo cool doen en zo. Bam, 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 bam. Zo. We have taken objective Charlie. Oké, dan gaan we hier even liggen. Met dit wapen is het zeer goed liggen. Altijd goed. Lekker liggen. Er is letterlijk maar één iemand of zo. Of twee mensen. Eén mens. Eén mens. Waar is het mens? Oké, het mens is dood. Oh, daar was het mens. Ik zag hem, maar ik dacht de andere eerst dood te maken. Medic! Kom aan, medic, kom aan. Red mij, red mij, red mij, red mij. Baas! Baas, medic, baas! We have taken objective Duff.
daar heb je dus zo weinig tegenwoordig. In Battlefield 1 wel best wel veel terug, omdat... Omdat Battlefield 1 een nieuwe game is. Allee, een oude game moet ik zeggen. Dus alle mensen die erin zijn, zijn meestal mensen die het langer spelen en meer spelen en leuker vinden. En die mensen gaan meestal meer medicen. Dat was een mooie kill. Ik weet niet waardoor die guy naast mij is doodgegaan, maar... good afternoon. Ik kan niet schieten. Ik ben zo scheef als een piwi. Waar is die guy? Daar zijn guys. Ik heb een kill en dan ben ik dood gegaan. Oké. Okay. Oké, okay, I guess. Ik wil kill death ratio van 1. Elke dood dat ik heb, wil ik 1 kill. Ik denk dat ik dan goed sta. Ik denk dat ik dan goed sta. Geen idee eigenlijk. Hoeveel? Ik heb 3 kills. Ik heb denk ik 2 deaths en 3 kills. Dus dan sta ik goed, hè. Positief, hè. Yo, we staan in de brand, maat. In de branchki, branchki. Oh, daar is een meneer. Ja, oké, okay, mijn kogels. Mijn kogels, oké. Okay. Maar ik heb toch 1 kill gehaald, dus dan gaan we nu eventjes kijken. Waar is het scorebord? Ik heb deze game zo lang al niet meer gespeeld. Ik kan geen scorebord meer vinden of zo, hè. Like Ali. Oké, is dat dit? Nee, ah, wacht, hier een scorebord. 3-3, dat is goed genoeg. Nu nog. Hey, mate. Doe rustig, man. Ah, fucking fuck. Ja, ik moest gaan liggen omdat deze Ruby Rose anders niet kan werken. Waar is mijn vriend doodgegaan? Waarvan ben je doodgegaan, mijn vriend? Waarom zijn hier zoveel mensen? Zijn ze weg, mensen? Ik wil kills. Waar zijn kills? Kills, hallo? Wat op kill? Kill, maar kill. Niet waar kill. Kom kill. What the fuck kill. Een persoon. Daar. Enemy machine gun sighted. Let me kill him, please. Is hij dood? Nee! Fucking poepert! Mijn kill, mijn... Nee! Ja. Ik op kill. Op kill. Oké, kill. Daar kills. Waarom zie ik niemand anders? Op kill. Looking right at an enemy soldier. Looking right at an enemy soldier. Oké. Oké. Okay. Oh, hij heeft gewoon die man aangereden. Oh, wat een coole. Oh, en dat is de kill. Oh, ik loop recht door het vuur. Wat een coole ben ik dan. Oh. Niet zo'n coole. Nee. Stuur een nee in de comments als je nu nog aan het kijken bent en je vindt me niet cool. Stuur anders ja. En abonneer. Nee, kill. Nee. Kom aan, ik wil een kill. Wat op kill. Hier, kill. Kom aan, kill. Ik sta nu 5-4, denk ik. Fucking fuck.
nee, nee, kom aan. Laat mij hem killen, laat mij hem killen, laat mij hem killen. Nee, laat mij hem killen, ik wil zijn kill. Ik wil zijn leven, kom aan. Nee, 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 don't kill me, please. No, 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 no. No, no. Yes! Yes, ik sta 6-4. Kom aan, ik sta goed. Kom aan, kom aan, kom aan. Kom aan, laat mij leven, laat mij leven, laat mij leven, laat mij leven. Oh ja, fuck, ik ben geen medic. Dat was ik vergeten. People? Hello? Do, can I get some kills? Hello? Oh! Oké, dan. Sorry zo. Oké, ik sta nog altijd 6-5. Hou zo. Denk ik. Ik sta toch 6-5. Sta ik 6-5. Ik denk dat ik 6-5 sta. Oké. Trouwens, ik weet mensen dat ik fucking slecht ben en dat jullie echt mij allemaal aan het facepalmen zijn. Maar laat mij gewoon even. Hier een kill! Ah, oh, ik ben echt zo grappig. Ik weet het. Ja, oké. Enemy medic, there! Misschien moet ik gewoon zwijgen. Ah, nee, nee, nee! Ga uit die prongstand! Oh, maar mijn frikandelken is wel echt een frikandel, hè. Die wil echt zelfmoord plegen. Maar ja, ik snap hem wel, ze. Als ik door mij bediend zou worden, zou ik ook zelfmoord willen. Wacht, wat? Ah, fuck, fuck. Er kwam nog een wave. Nu sta ik denk ik 6-6. Nee, dat is niet goed. Of nee, wacht, ik heb daar juist een kill gemaakt. Ik weet niet meer. Nee, ik weet niet meer. Kom aan, oké. Laat mij weglopen. Dan wil ik... nee, ik wil weglopen. Kom aan, weglopen met die handel. Want ik ben een deserter. Oké, scorebord. Kom aan, ik sta 7-6. Yes, yes, yes. Oké, houden zo. Houden zo. Dat betekent dus nu dat ik een kill death ratio van meer dan 1 heb. Dat is wel cool. Ah, nee, meneer. Ja! 8-6. Kom aan. Hogere kill death. Kom aan. Kom aan, kom aan. Hallo? Hallo, steen? Hallo? May I lay on you? Nee, nee, nee! Ik hoorde hem stappen, hè, met zijn fucking moddervoetjes. Ik hoorde hem stappen, maar ik kon niet omdraaien in mijn prone mode, hè. Ja, zo werkt dat niet, hè. Ik ben geen tol of zo, hè. Ja, wat is een tol? Ja, ik weet het ook niet. Mijn ouders speelden daarmee. Mijn ouders zijn oud. Sorry, ik heb niks gezegd. Oké, ze horen mij, denk ik. Nee. Kijk, kill, kill, kill. Kom aan, kill. Geef mij kill, geef mij kill. Kom aan. Kill, 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 kill. Kill! Oh yeah, dat is een kill, bro. Ik hoor mensen, maar ik zie geen mensen. Oh, daar is een persoon. Ja, kill. Nee! Maat, er lag een granaat op mij. En ik heb het overleefd. Kijk, mijn stoer zijn. Ik heb volgens mij op dit moment echt 10-6 of zo. Wajo. Zeg allemaal pro in de chat als je nu nog aan het kijken bent. Oké, er is niemand meer. Ja, oké. Had ik niet door. Ja, maar stop maar met facepalmen. Ik zie u wel facepalmen. Ik weet het, ik ben slechts. Wilt er iemand kogel in nek? Je kan kogel in nek. Ah! Oh, sorry. Ik dacht dat mijn meer was. Kill! Oh, reload! Oh, maar nu is hij dood. Kom aan.
Wow, oké, die is kapot. Ik ben bang, ik wil niet verder gaan. Ik ga gewoon hier liggen ofzo. Nee, maar nee, daar op. Daar. Zo, en dan ga ik zo hier heel hard campen. Want ik hou van campen. Dit is echt een camperswapen. Oh, dat wou ik niet zeggen. Ik wou gewoon spotten. Gewoon zo. Gewoon zo. Zo ongeveer. Daar zie ik een tank. Daar zie ik een vliegtuig. Vliegtuig! Vliegtuig! Ja, nee, maar dat werkt niet. Ik heb 1% gedamaged. Daar is een tank. Wat op tank. Ik hoor iets. Ja, oké, dat is die motor, bro. We are in the leading. 505, hier, pro. Dat is door mijn kills allemaal, hè. Tank! Ja, tank! Ja, maar meneer. Ah, daar mag ik niet om lachen, want dat lijkt hard op dat Libanon geval. Maar dat was wel grappig. Ja, maar die event is te ver. Ze zijn allemaal aan het aanvallen! Damn it, I see an enemy soldier! Heb ik geen kogels meer? Nee, ik heb geen kogels meer! Iemand drop mij kogels, drop mij kogels, drop mij kogels. Niet ammo, niet ammo, niet ammo, niet ammo. Iemand drop mij kogels, iemand drop mij kogels. Nee, geen medic. Kogels, kogels. Oh, ik heb kogels gekregen. Oh! Daar is een meneer! Ja, daar is een shocktrooper. You are dead! Enemy shocktrooper! Hier, meat cleaver in uw nek, maat! Er was ook nog een auto. Er was een auto. Er was een auto. Ja, al die ribbons die boeien me allemaal geen seks, maat. Er was een auto. Ik wil auto. Mijn auto. En ik wil kill, kom maar, kill, ik wil kill, kom maar. Ik ben zo fucking raar, ik weet het. Stop met facepalmen. Ik weet het gewoon. Iedereen zit er gewoon thuis zo met zijn hand tegen zijn gezicht. Zo corona te verspreiden en zo. Ik heb geen corona gezicht. Oh. 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 Oh, ik vond het wel grappig om achter hem te blijven staan, maar hij vond het zelf niet zo grappig. Oké, kom aan, kom aan, kom aan. Die kill death moet terug omhoog. Want ik ben nu 7 deaths of zo en 35 kills of zo. Easy kill. Ik zag hem op mijn mapje, maar ik zag hem niet in real life, dus ik begon gewoon te schieten. Alleen in real life, het is niet echt real life, want in real life zijn ze ik weet niet, wat zijn ze in real life aan het doen? Social distance. Oh, die is los neergemaaid. Oh, dat was een teammate, maar ik vond het wel grappig. Oh, mate. Oh, very much, very many mates. Very many mates. I mate. Hier, I mate. I mate. Dat was wel leuk. Gewoon zo bam 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 bam. Bam. Maar ik had mijn pistool toch veranderd, frikantella. Zo. Oh! Die zag ik inslagen. Dat was best wel cool. I can see an enemy medic. Oké, hij zegt mij niet. Nee, maar ik wil... Nee. Ik was aan het reloaden, gek. Kak! Ik zag hem wel, doe.
Dat vond ik wel cool. Maar mijn kill death is op dit moment zo hard naar beneden aan het gaan, volgens mij. Volgens mij. Oh fuck, verkeerde ding. Oh, er is iemand. Nu kan ik wel niet kijken naar mijn kill death. Er is een frikken. Maar ik hoor jullie, hè. Oh, mate! We have taken objective butter. Hoe heb ik hem niet om? Verdomme. Ik weet het, ik ben slecht. Kan ik hier ook mijn... Oh, ik kan hier ook mijn scoreboard. 20 over 11! Kijk mijn pro zijn! Kom hier dan! Wat, er is één met 25-0? Maar ik heb 20 over 11, dus ik ben blij. Ha. Ik heb bijna 2. Ik heb ooit 16 gehaald. Dat vond ik wel leuk, maar... Oh, oh. Ik dacht dat er een guy mij wou flinken of zo. Oké, ik heb een kill voordat ik ben doodgegaan. Dus ik wil 24 kills, want ik heb 2 deads nu. 12 deads nu. Dus 24 kills. Here I go. Here I go. Oké, maar ik wil nog even naar die scoreboard kijken. Ik heb nu 21 om 12. 26-0. En die guy die heet Quantic Catalyst. Ik ga die SMS eens opzoeken, hè. Volgens mij is dat een of andere pool die een fucking nieuwe mod heeft invent of zo. Ja, weet ik veel. Oké, veel mensen. Back, back, back. Oh nee, we hebben C ook niet. Fucking kak. Ja, terugtrekken, kakken. Kunnen we deze kak wel aanvallen, hè? Oi, mate. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Hier, hier is hem, ze. Hey, killer. Hey. Hier, een meat cleaver in de buik, maat. Is dat alles? Ik denk dat dat alles was. Dan kan ik even reloaden. Kijk. Ik denk dat ik nu 24 om 12 heb. Oké, nu ga ik gewoon campen. Ah! 25 om 12. Oké, ik moet hier weg. Ik moet hier zo hard weg. Kan ik hier achter uitgang nemen? Nee. Laat mij gaan, laat mij. Om 13. Fuck, ik moet nog een kill maken. Ik wil die 2 gewoon halen nu. Is hier een pedofieltje? Hallo? Oh, jazeker. Oh, jazeker. Moving. Enemy tank. Ik heb schrik. That son of a bitch is an enemy medic. Hoe hard lijkt deze guy? Waar woont hij? Hij woont in Afrika. Ah! Dat is die lijkende guy. Ik hoorde hem voor geen zak. Pesteraar. Nu moet ik weer 3 kills halen door die ene frikandellenkak. Niet leuk. Zaten jullie hier te campen met jullie frigo's? Maar godverdomme, je zit met je kont in mijn muil. Maar, irritante kak! Ik ben al weg, ze! Oh! Ik heb wel geprobeerd. Ik hoor een... Fucking kak, hè.
Ik hoor een paard. Oi, mate! We have lost objective. Dus ik ga eens een keer weg met een motorje. Oh, we zijn alle objectives aan het verliezen. Ja, maar dat wist ik niet. Ik was niet aan het kijken naar dat bovenste scherm. Ik was aan het kills maken. Want ik heb nog 3 kills nodig. Ik ben echt slecht. Ik weet het. Sorry, vriendjes. Ik zal de 2 kill de 2 shot niet halen. Nee! Blijf van mij af! Gekak! Oh, dat was mis. We have taken objective Duff. We hebben D. Hier, we hebben D. Hé, maat, dat doet echt niks tegen een vliegtuig als je daar tegen schiet, hè, maat. Oké, er is geen enkele kak hier. Ah! Wat was dat dan weer? Ja, mijn hele stem is aan het kapot gaan door... Ik weet niet. Oei, mate, dat was te dichtbij, maat. Oh, ik was bijna daardoor dood gegaan. En dan was het helemaal rip mijn 2 kill dead. Dat is een guy. Maar fucking kill stealers. Heer! Ja, hou die guys back, maat. Ze zijn F weer aan het pakken, hè. We have taken objective Charlie. Moet ook alles alleen doen, hè. Ja, maar waar loop ik nu ook? Ik loop echt gewoon in de middel of geen gaten en geen dekking en weg en zo. Dat is niet goed, hè. Moet meer dekking vinden, hè. If you find more dekking... Then you need more decking. When the soldiers sighted! Veel ventjes. Wat zijn al die ventjes nu naartoe? Daar is dat ding. Daar is een sniper. Oké, daar zijn we vanaf. Zo, zo. Oké, ik sta nu 26 om 14, denk ik. We have hoop lost ik. Objective Edward. Heb ik dus net geen 2. Ik kan nog 27 om 14, dan is het nog goed. Misschien 28 om 14, ik wil niet meer doodgaan. Ik kan niet te hard pushen. Bomber moving around! Bomber moving around! We zijn bijna gewonnen. Kom aan. Waarom losen we T nu nog? Ik hoor iemand. Ik hoorde hem. Kom aan, 2 kill dead ratio. Het moet nog lukken. Objective Freddy. Come on, ik wil nog een kill. Come on. Kill. Come on. Nee, ik hoor iemand. Hier. Dat is 2 kill death ratio, denk ik. Dat is 2 kill death ratio. Als ik 2 kill death ratio heb, ik ben zo blij. Mannen. Kom aan, nu niet meer doodgaan. Nu wil ik niet meer doodgaan. Kom aan, ik ga gewoon naar C. Nee, ik wil niet gesniped worden. Nee, kom aan, niet snipen. Nee. Oh, kom aan. 2 kill death. Kom aan, precies 2. Zou zo perfect zijn. Dan kan ik gewoon deze video afsluiten met een 2 kill death ratio. Hoe cool zou dat zijn? Dit gaat waarschijnlijk wel echt een lange video zijn. Waarom? Ja, ik weet niet.
sowieso. Alle vriendjes en poepenetjes. Ja, oké, dat was het ook weer. Oké, Victorious. Ja, daar ga ik niet meer uit kiezen, want ik ga deze video afsluiten. 1000 tegen 700, 1090. Dat is best goed. Mijn score 12.000, best goed. Beter dan mijn vorige van 8. Oh, maal 1.2 en 18.000. Best goed. Een total time van 27 minuten. Dat is best lang. Want ik wil mijn video zo lang te zijn. En ik ben best squad. Kijk mijn koers. En kijk mij daarvan voorstaan met mijn rippy rolls. Ik ben gewoon beste van de beste. Gewoon. Kijk mij cool zijn en zo. Rasputin. Rasputin. Lover of the Russian Queen. Dat is een guy van Rusland en zo. Ik heb deze ding een award denk ik nog nooit gehad, die Rasputin. Oké, maar dan gaan we naar de highlights. Nee, niet highlights. Nee, stats. Kijk! Kijk! 28 kills. 2 kill death ratio. Perfectamundo! En ik sta 7e, dat is ook best goed. Kijk, kijk. Perfect. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het leuk om te maken. Yo, yo, yo. Maar hey, je naar mijn shikes, maar alle waar je jeur.